De kop is eraf. De maand is gestart. We geven hem door. Vandaag starten we de maand van de veilige schoolomgeving. Ook in Drechtstede en Alblasserwaard. We vragen aandacht voor de maand van de veilige schoolomgeving in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. En ik geef dit nu door. Ik wil graag dat onze kinderen op Goeree-Overflakkee zich veilig door het verkeer kunnen bewegen. Daar zet ik mij voor in. Doet u mee? Alle kinderen elke dag veilig naar school. Daar zet ik me voor in. De maand van de veilige schoolomgeving is geopend in Gouda. Ik maak een punt van nul en de veilige schoolomgeving omdat ik de klas, de eerste klas waar ik net was, over een jaar of 4, 5 hier weer helemaal compleet wil zien als ze zijn geslaagd voor een opleiding. Een veilige schoolomgeving creëren we niet alleen deze maand, maar eigenlijk het hele jaar en dat doen we met z'n allen. We sluiten de maand van de veilige schoolomgeving af. Samen met alle partners, gemeentes, regio's, scholen en alle andere partijen hebben we een groot succes gemaakt van deze maand. We hebben aandacht gevraagd voor een belangrijk onderwerp. We hebben ruim 120 activiteiten gehad in 40 Zuid-Hollandse gemeentes. 180 basisscholen hebben meegedaan aan de School op Safe Schoolbrengweek. We zijn er trots op dat we deze maand een succes hebben gemaakt en dat we zoveel aandacht hebben gegeven aan dit onderwerp, dit belangrijke onderwerp. Want we willen naar nul slachtoffers, zeker in de schoolomgeving. Doen jullie mee?